Het is wat later, dus het licht is wat doffer. Maar ik heb weer een storytime voor jullie. Ik zat in één keer te denken en ik dacht... Ik was 12 jaar en toen ging ik al naar de dokter voor een schaamlipcorrectie. En ik dacht alleen maar, hier moet ik wat over vertellen. Want er zijn zoveel meiden die een schaamlipcorrectie willen hebben. Of wat dan ook. Of ze zitten ermee. Of ze weet ik veel wat. Dus ik denk, ik ga het jullie gewoon vertellen. Nou, ik was natuurlijk al heel jong aan het experimenteren met seks. In de zin van doktertje spelen. En dan zie je van het een en het ander. En ik weet nog dat ik een meisje in mijn klas had. En bij gym gingen we douchen. En toen waren we echt heel jong. En toen dacht ik, het is best wel goed schaamlippen. Gewoon de binnenste. Maar niet echt beschuldigend of beschouwend. Maar ik dacht gewoon, oh, die hebben best wel grote. En ik weet dat ik sindsdien ook ging kijken naar mezelf. En ik dacht, oh, ik heb ook best wel grote. Dat vind ik dan, weet je wel. Nou ja, elke poes is anders. Elke muts heeft gewoon een lip lang, lip kort, lip rimpelend, vliegend, fladderend, lange bungee jump touw noem ik het allemaal maar. En of beeflap of rosbief, het maakt niet uit. Een poes is altijd een beetje een schotwond. Zoals ik al eerder heb verteld in video's. En ik was zo onzeker al jaren. En ik was 12 en toen was ik bij mijn moeder. En ik brak gewoon tranen uit. En zei, ja, ik vind me gewoon, ik vind binnenschaamlippen veel te groot. Meiden, je binnenschaamlippen horen iets groter te zijn. Ik weet zelfs dat ze nu bij transgenders ook opletten dat er een beetje een binnen schaamlip zit. En nou, je kan het zo echt maken als dat je zelf wilt. Een poes zonder schaamlip is ook prima. En een poes met lange schaamlip is ook prima. Als die het maar doet. Dus ik was verdrietig. En ik was heel preuts geworden. En mijn moeder zei toen, ja, maar Jade, als het zo erg is, dan moet je me wel laten zien. Want je moet het ook aan de dokter laten zien. Dus ik dacht, nee hè, krijg ik weer... Moet ik dat weer gaan laten zien? Dus ik heb echt heel lang gezegd, nee. En echt na 2 uur of zo, borst ik helemaal doorgejankt en brak ik helemaal. Nou, ze zegt, nou, ga op de trap staan. Want dan kan ik een beetje ooghoogte staan. Nou, ik mijn broek naar beneden. En zei mijn moeder, is dat nou alles? Natuurlijk gaat een moeder niet tegen een meisje van 12 jaar zeggen, zo, jij hebt lange lippen, ga jij maar naar de dokter. Nou, dus uiteindelijk, ik mijn moeder overtuigd, wij naar de dokter. Mijn moeder had waarschijnlijk gewoon zoiets van, ja, als ik naar haar naar de dokter stuur, kan de dokter haar vertellen dat ze het niet hoeft te doen. En dan krijg je dat. Dus wij afspraak bij de dokter. Ik ben vaker bij de dokter geweest voor mijn schaamlippen, omdat ik gewoon zo onzeker ben. Maar die eerste keer was ik 12. Wij naar de dokter. Dus ik ga liggen op zo'n bed, benen wijd omhoog. En... het was vreselijk. Er komt een klein vrouwtje binnen. Ik moet broek naar beneden. En die ging echt zo zitten kijken. Zo. En die trok er een beetje aan. En die zei van, nou, dit is gewoon heel normaal wat jij hier hebt. Ze zegt, het is niet abnormaal. Want ze zeggen meestal, als je echt zo'n stuk eruit hebt hangen. Want er is wel een limiet. En je zit er op het fietsen en je hebt pijn. En bla bla bla. Dan moet die schaamlip, kan er beter vanaf worden gehaald. Zelfs op dokterskosten, als het maar ze halen ze gewoon die schaamlip eraf. Dus ik dacht, ik ga zeggen dat ik pijn heb bij het fietsen. Kijk, iedereen heeft zadelpijn na een paar kilometer fietsen. En dan denk je, ik zit niet lekker. Ook met je kont. Het zit gewoon niet lekker. Dus ik had gezegd, ja, ik heb zadelpijn. Ik heb er zo'n last van. Maar ja, die vrouw die had natuurlijk veel meer verstand van. Dus ik denk, ja, nou, ik laat haar maar lullen. Want die heeft geen zadelpijn hoor, dat kan niet. Zij heeft ook zulke bieflappen gezien. Dus wat dat betreft, weet je. Ze heeft veel erger gezien. En waarin het ook echt nodig is om ze eraf te halen. Dus keek zo een beetje zeg, ja, maar ja, 12 jaar is wel te jong. Ik heb gehuild. Ik vond het vreselijk. Moest ik eerst in dat ding wijdbeens lange lippen laten checken. Check. Kijken. En ja, het was nog erger geworden voor mij dat ik toen ik er met een spiegel voor ging kijken. En ik mocht ook met hem meekijken. En ik denk, dit is heftig. En toen vond ik het alleen maar nog erger. En ik ben eigenlijk heel lang kwaad geweest. Want ik dacht alleen maar ja. Maar dat zij een vrouw is. Zij kan makkelijk praten. Want zij heeft het niet. En dan kan ze makkelijk zeggen. Het is niet nodig. Want ja, zij heeft niks om zich zorgen over te maken. Maar nu ben ik wat ouder. 25 jaar. Die vrouw was ook dik in de 40. En nu snap ik wat die vrouw bedoelt. Het is gewoon echt niet nodig. Nou ja, ik ben om mijn 13e nog een keer teruggegaan naar zo'n dokter. Ik ben om mijn 16e nog een keer terug geweest. Ik heb het om mijn 18e nog een keertje laten zien. En de laatste keer dat ik naar de dokter ging, mijn huisarts, en dat ik zei van, ja, luister, het zit me gewoon steeds in de weg. En toen was ik echt 18, 19. Ik zeg, het zit me nog steeds in de weg. Kan ik het niet gewoon laten weghalen? Ik zeg, ik kan het best versparen, dat maakt me niet uit, maar ik heb er echt zoveel geestelijke problemen mee. Bizar. Zoveel geestelijke problemen mee. Kun je het niet gewoon via de dokter, via het ziekenhuis, gewoon eraf laten halen?
En weet je wat ik toen zei? Of ik was iets ouder, want ik maakte al YouTube-video's voor het andere kanaal. En toen zei hij van, en hij had me ook mijn boek al. Oeh, was ik echt wel ouder. En toen zei hij van, ja, doe dat alsjeblieft niet. Hij zegt, je hebt gewoon een normaal vrouwelijk lichaam. Het hoort er echt bij, je beurt alsjeblieft niet doen. Nou ja, eerst was ik nog meer een klein beetje beledigd. Want ik dacht, ja, dag, je bent een man, lekker makkelijk praten. En later dacht ik, ja, weet je, mannen kijken niet zo kritisch. In het moment dat die leuter omhoog gaat, een man denkt niet meer helder na. Die denkt alleen maar, ik ga hem erin rammen. Ik ga je bij je haar pakken. Doen ze niet allemaal, maar ja, dat gaat van alles door het hoofd heen. En ik ga er gewoon uit elkaar trekken, met of zonder schaamlip. En ik zweer dat je dat mannen echt gewoon zo zijn. Het interesseert ze echt niet. Als je maar gewoon leuk meedoet in het liefdespel, dan is alles leuk. Dus ik, nou ja, heb me daar uiteindelijk een beetje bij neergelegd. Nu nog steeds denk ik soms, moet dat nou? En dan ga ik je nou de tip geven. En ik ga er nog een keertje wel een video aan wijden. Je moet een keertje vintage porno opzoeken. Of gewoon vintage naaktfoto's. Daar zie je vrouwen, ik zweer het je, hele lange hangtieten, beverstaarten, hele hoge kleine punttietjes, ongelijke tieten, stevige grote tieten en hele slappe kleine tieten. Je ziet vrouwen met zo'n bos haar op hun doos. Echt dat je denkt, er zit echt een bos haar op de doos. Bos haar wat helemaal van de doos naar de kontspleet loopt rondom de aan. Dus het is echt één groot woekergebied. Het is net een soort van swamp, een soort van, het is echt een moeras. Water en een klerenzooi met heel veel haar. En dat zit dan in dat kruis. En als je dat ziet, denk je, waar heb ik me toch druk over gemaakt? En dat is waarom je gewoon lekker dat moet kijken. En dan pas moet gaan nadenken over je eigen lichaam. Want tegenwoordig is alles gefotoshopt. Mensen maken mooie naaktfoto's van zichzelf. Dus als er iets lekt, is altijd mooi. Er zijn mensen en die laten van alles doen. En trauma. Maar er is maar één ding en dat is zeker. Een natuurlijke poes is gewoon zoals die is. Onbesneden. En alles op en eraan. Mannen hebben ook wel een hele lange voorhuid. Maar daar kunnen ze ook niks tegen doen. Ja, soms een beetje bijtrimmen. Laten besnijden, soort bij de dokter. Maar, of het strakke voorhoud kan je ook laten besnijden bij de dokter. Maar dat is gewoon, dat hoort gewoon. Laat het lekker voor wat het is. Zolang jij gewoon leuke bed deelt met iemand, dan maakt het niet uit. Kijk, al zoek je nou one night stands op, dan kunnen die mensen misschien wat kritischer naar je toe kijken omdat ze iets zoeken. Maar als je gewoon verliefd bent, of je zit in het moment, of weet ik veel wat er gebeurt. En je hebt een lange schaamlip en hangtiet. Of een hele kleine schaamlip waar je voor schaamt dat er niks zit. En weet ik veel geen tiet. Maakt nog steeds niet uit. Het gaat om dat moment. De passie. En als je die kan delen, dan zit je goed. Dit was mijn storytime. Eindelijk weer storytime. En ik heb er eigenlijk nog wel wat meer, want ik heb de laatste weer inspiratie. Ik zal je eerlijk vertellen dat ik ben gestopt met al mijn medicatie. En ik ben gewoon weer net zo debiel in mijn hoofd als vroeger. Net zo wild, snel en jong, sneller wild en gewoon blablabla. Dus kijk mijn video's lekker. De ene keer upload ik superveel en de andere keer super weinig. Maar ik upload nu superveel, omdat ik er superveel zin in heb. En over een tijdje als ik niks upload, dan kun je weer wat terugkijken. Dus wat maakt het uit. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende. Later!